In de webserie Onbeperkt met Nienke ga ik, Nienke Plas, samen met 5 mensen met een beperking onze grote droom uit laten komen. Hoewel ieder van hen worstelt met een totaal andere handicap, hebben de kandidaten wel degelijk wat gemeen. Hun humor en de ambitie om ooit als comedian op het podium te staan. Anthony Vroom uit Haarlem leidt al sinds zijn geboorte aan de spierziekte nemaline-myopathie. Nemaline-myopathie is een spieraandoening waarbij de skeletspieren zijn aangetast, waaronder ook mijn middenrif. Hierdoor wordt ademen wat lastiger en heb ik daarom deze mooie slang in mijn keel gepropt gekregen. Ik kan door mijn handicap onder andere niet lopen. Alle dingen zijn wat zwaarder om te doen, dus ik ben sneller moe als ik dingen op moet tillen of echt moet pakken. Ik noem mezelf wel eens een halve cyborg, omdat ik toch in leven gehouden word. Deels door apparatuur. Ik hou heel erg van de Marvel Comics, door de films die al die jaren zijn gemaakt. Vandaag heb ik afgesproken met Nienke Plas op het stripfestival van Breda. En daar hoop ik toffe comics te vinden. Het is dan ook zijn missie om aan de hand van humor en zelfspot een stukje positiviteit de wereld in te brengen. Humor is een heel grote emotie eigenlijk van mensen. Ik kijk met een goed gevoel terug op het programma, zodra mensen denken van we moeten anders gaan kijken tegen mensen met een beperking. Dus ik hoop daarmee echt die acceptatie te creëren. Anthony, goedemiddag. Hoe is het met je? Ja, lekker. Even over je stoel, hè, want dit ziet er wel iets meer geavanceerd ding dan wat ik normaal ken. Dit buisje bijvoorbeeld, komt daar vodka doorheen of is er... Mocht je willen. Oh. Ik kom er lucht doorheen. Dus je hebt een sidekick die doet zeg maar het gedeelte dat je leven blijft. Te zeggen? Let's go. Gas op die lolly. Word je wel blij van? Je wordt hier wel blij van. Ik doe even met je mond, dan kan ik. Oh ja, doe het. Oké, dat gaat best hoog hoor. Hallo. En stop nu. Voel je geïntimideerd? Ja, precies. Ja, mijn eerste indruk van Anthony is, het is een echte babbelbox. Hij is wel echt van het praten en hij heeft zo links en rechts hele droge grapjes. Hij maakt in één keer zo'n U-turn, terwijl het heel serieus is. Maar dat is wel leuk om te zien. Ik zat al zo thuis. Zat je zo thuis? Bijna. Ik denk trilogie van de Hulk, ja. De uitdaging met Anthony is denk ik dat hij soms grapjes gewoon mag claimen. Dan hoor ik hem iets zeggen en dan... Ik denk dat hij dan denkt, ja ik weet niet of het grappig is. Ik was er gewoon overheen met mijn wielen. Ik weet niet wat hij denkt, maar gewoon claimen. Hij heeft het in zich. Ja, gaat hij afrekenen ineens? Ja, is goed. Zie je straks met de rauwe minst. Is goed. Wat een ruimte, man! Je denkt, ga er gewoon scheten. Je hoeft niet te dansen. Kom op, zeg. Ik kom niet aan het werk. Vaak kom ik niet eens op gesprek, want ik denk dat een rolstoel toch een nee factor is. Wat doet zo'n afwijzing met je? Op een moment word je het gewoon spuug zat. Ja. En dan word je helemaal gek. Dan ga je thuis zitten, ga je malen, waarom word ik het niet? En moet je toch jezelf proberen sterk te houden daarin. Kijk eens aan. You know where the magic happens? Ja, dat is hier. Dat is hier? Ja. Maar hoe zit het dan in de liefde? Gebeurt het een beetje... Ja, gewoon. Oh, echt wel? Ja, natuurlijk. Ik heb een vriendin. Dat is haar, ja. Liefdevol portret. Ja. En hoe heet ze? Kimberly. Ik noem vaak Pepper. Als in de vriendin van Iron Man. Die heeft ook een beetje rood haar. Makes sense. Ja, makes sense. Dit is dan de woonkamer. Dit is het, hoor. Ja, hier komt het allemaal meer tot leven. Ja. Hi, I'm Deadpool. Oh, hier de hele gameverzameling. Oventje, magnetronnetje, ja. Bier en sausen. Dit is eigenlijk wat je nodig hebt. Ja, ik wel, ja. To survive. Ja. Hoe groot een rol speelt humor eigenlijk in je leven met betrekking tot je beperking? Best een grote. Je hebt een barrière dan die je creëert. Door jezelf een beetje voor een doel te zitten eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En dan maak je toch een soort van dikkere huid waardoor mensen wat... makkelijker met je omgaan. Welke grap maak je zelf het meest, hè? Met betrekking tot je beperking om een klein beetje het ijs te breken? De quote zoals mijn leven op een brommetjes. Of ja, doe maar een biertje, want dan ben ik toch al. Die doet het zeker goed op feestjes, kan je anders. Ook lekker universeel is die. Veel mensen met een rolstoel die gebruiken die toch al snel, want je bent toch al hard kreupel. Dus je kan niet veel erger worden dan dit. Dat is het. Heb jij ook nou een speciale band met nummers als They See Me Rolling, The Hate Dat nummer wordt heel vaak gebruikt. Dat is wel een beetje een teamsong van de meeste rolstoel, denk ik. Ja. En jij er zo komt. Oh ja, je hoeft dat ding niet te doen. Jij doet nee, deze. Ik ben liever luid dan moe. Ja, jij bent best van niet de luxe. Ja. Zo,
leerzame dag, de comicbeurs. Anthony is een grappenmaker. Wat een babbels hier links en rechts. Ik ben super benieuwd hoe hij gaat ontwikkelen. Ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in. En voor mij is het nu tabé.